Hoi Dorian. Hallo. Kidnap Musical, wat is jouw taak? Ik werk mee aan Kidnap Musical als regieassistent. Dus ik sta eigenlijk aan de zijde van de regisseur, van Tijl Douwe. En het is mijn taak om hem bij te staan bij alles wat erbij komt kijken bij musical maken. Dus dat is wel wat. Het is een heel toffe uitdaging in ieder geval. En hoe vlotten de repetities? Eigenlijk best vlot. Alle gasten zijn altijd goed voorbereid. Er zit een leuke flow al in de voorstelling. Dus ik denk dat alleen maar eenmaal als we in de pannen zijn, dat daar vonken gaat geven. Waar gaat de voorstelling precies over gaan? De voorstelling gaat over Fenne Koppes, die op het punt staat om een première te spelen in Kidnap Musical. Maar zij wordt op een of andere magische manier naar het land der musicals gezogen, waar er niet meer gezongen en gedanst wordt. En zij is zeg maar degene die al die problemen moet oplossen in de hoop dat het musicalland kan blijven bestaan. Hoe is dat voor jou met al die kinderen? Ja, ik vind het heel tof. Ik heb zelf ook al heel veel dansles gegeven en workshops altijd aan kinderen. En ik vind dat heel leuk om mee te werken. Die zijn, als die heel enthousiast zijn, dan kunnen die heel veel energie geven. Die willen meegaan in de ideeën die je hebt. Ik vind dat heel tof. Ik vind dat altijd een heel toffe energie. Wat vind je het leukste om te doen? Dit, achter de schermen het werk doen of eerder toch zelf op het staan? Daar ga ik geen keuzes maken. Ik vind het heel tof dat ik in een soort periode ben waar ik die twee aan het combineren ben. Dus dat ik de ene keer voor een project op de scène sta, de andere keer backstage, al is het voor theater, al is het voor televisie. Ik hoop dat ik die combo kan blijven bewaren, want dat geeft nog meer afwisseling in mijn werk. En ik denk dat alles wel fris uit en dat ik ervan blijf van alles genieten. Waar en wanneer kunnen we de musical bewonderen? Kidnap Musical heeft zijn première op 13 maart in de pannen, in Plopsaland. Dus vanaf dat weekend spelen we al, dus al vanaf 12 maart. En daarna gaan we naar alle grote theaters, Antwerpen, Oostende, Hasselt en Gent.